Welkom bij de Stedelijk College TV Special. We zitten hier vandaag met twee leerlingen die vanaf augustus de start op het Stedelijk hebben gemaakt op locatie Avionlaan. Welkom Sam en Max. Dit is Max Hendricks, hobby's voetbal en judo en komt van de basisschool De Bosuil. En dit is Sam Boesten, hobby's dansen en shoppen en komt van de basisschool De Klapwiek. Wat maakt het mee bij hun start op het Stedelijk? De eerste keer dat jullie hier op school waren, was voor de introductiebijeenkomst. Hoe ging dat? Het was wel spannend, omdat je de klas nog niet kon. En het was wel leuk om nieuwe leerlingen te zien. Bij de introductiebijeenkomst van 12 juni kwamen alle leerlingen voor het eerst kennis maken met de nieuwe school. Na een algemene introductie gingen de leerlingen met hun eigen klas en mentor naar een lokaal om nader kennis te maken. We moesten voor de klas staan en toen voorstellen. En dan een beetje over zichzelf vertellen. We hebben ook een hele leuke mentor. Kunnen jullie ook uitleggen wat een mentor precies is? Een mentor die helpt bij als er iets is in de klas of als je iets wil vragen over huiswerk. En je helpt ook met plannen met je huiswerk. Als er iets is kun je altijd terecht bij je mentor. En hoef je niet meer naar andere leraren toe te gaan, daar heb je eigenlijk een mentor voor. Zaten er al leerlingen in de klas die jullie al eerder kenden? Ja, ik kon al één meisje, dat is ook mijn beste vriendin, niet Kim. In de eerste schoolweek na de vakantie werd er nog uitgebreider kennis gemaakt met de nieuwe school en ging de klas al meteen op kamp. Het was wel heel leuk, want je kon nog niemand ook van de andere klassen niet. En toen ging je wel een beetje met iedereen een beetje praten en een beetje lachen. En dat was wel heel leuk. Dan kon je ook andere mensen leren kennen. Wel een leuk spelletje gedaan, want één dag was het al heel lekker weer. En we hebben ook al een waterspelletje gedaan, dus dat vond ik ook wel echt heel leuk. En we hadden het ladderspel en een nippo-spel. Je kon voor alles wat je deed, kon je een nippo verdienen. Dus dat was ook wel heel leuk. Naast het ladder- en nippo-spel werd het nabijgelegen bos ook volop gebruikt. Bijvoorbeeld voor een spannend nachtspel en overdag voor een potje levend Zotego. Hiervoor werden er groepjes gemaakt en rangen verdeeld. En dan met z'n allen het bos in. Zijn er verder nog leuke dingen die je daar kon doen op het kampterrein? Nou, verder had je wel een heel groot grasveld waar je heel veel op kon doen. Je kon voetballen, volleyballen. Ja, eigenlijk alles wel met een bal. En je kon ook gewoon met elkaar praten en een beetje lachen. Dus dat was wel leuk. Was het geen ongelooflijke rotzooi op jullie kamer? Bij onze kamer was dat echt heel groot rotzooi. Dat was echt heel erg. Hoe komt dat? Iedereen die had zijn koffers daar gewoon open liggen en kleren lagen er gewoon. En dat was wel grappig om te zien. Ik kon bijna nergens lopen en zo, dus dat was wel grappig. Ik vond het zwemmen ook wel heel leuk, want dat was echt de allereerste keer. En toen ging je ook al wel met een meisje uit je klas. En op het kamp ging je dan zeg maar echt met iedereen om. Dat is wel leuk. En jij, Max? Ik vond de nachtspellen wel het leukste. Want dan zie je bijna niks in het bos en dan kun je kinderen laten schrikken. Zo grappig. En hebben jullie het kamp gehad en dan beginnen de serieuze lesdagen weer. Hoe ging dat? Het was wel heel spannend, want die juffrouw's en de meneer kon je allemaal nog niet. En je wist nog niet hoe ze heten en zo. Het was verder ook wel leuk om andere lessen te doen, biologie, mensmaatschappij, allemaal andere dingen dat je op de basisschool deed. In het begin van de week kreeg ik heel weinig huiswerk. Alleen nu krijg ik best wel veel huiswerk. En is het huiswerk dan heel anders dan op de basisschool? Beetje, want je krijgt nou wel veel meer. Want je hebt per week denk ik wel 4 toetsen of zo. En heb ook best wel veel maakhuiswerk. En het is ook wel anders, want toen had je bijvoorbeeld of alleen rekenen of alleen taalspelling. En nu heb je voor en maatschappij en biologie en zo. Hoe gaat het met de cijfers? Ik heb al best wel goede cijfers al, dus dat is wel fijn. Ik ook, maar soms heb ik een onvoldoende, alleen komt er goed. De eerstejaars leerlingen krijgen allemaal een schoolpas, waarmee ze gebruik kunnen maken van onder andere het Open Leercentrum. Hiervoor gingen de leerlingen allemaal op de foto. Jullie werken ook met horizongebieden. En wat houdt dat precies in? Ik heb lifestyle gekozen en over het helft van het jaar ga ik theater doen. En lifestyle is meer koken. En één les of twee lessen volgens mij gaan we iets met verzorging doen. Dus met je uiterlijk. En theater is meer zang en dans. Dus dat vind ik heel leuk, want ik zit zelf ook aan het dansen. Dus. Wat heb jij gekozen? Technoworld en Sportplaza. Ik heb voor eerste half jaar heb ik Technoworld gekozen. En voor het tweede half jaar heb ik
sportplaatsen gekozen. En wat houdt dat dan in? Technobuild, dan doe je allemaal dingen maken. En in de derde of vierde, dan ga je een autokart maken. En sportplaatsen doe je allemaal met sport, maar ook een biken, zwemmen en dat soort dingen. Er is nog iets speciaals aan de hand, klopt dat? Ja, we krijgen een nieuw gebouw en er zit nu basiskader en theoretisch zitten er allemaal in één gebouw. En dat gebouw is al af? Nee, pas in 2014. Dus ze zijn nu aan het bouwen? Ja. Nou, heel erg bedankt voor het interview. Graag gedaan.